Goedendag, u kijkt naar de Weersverwachting van weerplaats.nl. Vandaag was het warm, het zal u niet ontgaan zijn. Op deze kaart van vanmiddag drie uur zien we de maxima tot dat moment. En veel opvallend is die 33 graden daar in de hoek van Holland. Dat meetpunt staat in de duinen. Daar is dat het altijd wat extra warm boven het zand. Maar ook boven de zandgronden van uh, Brabant en Noord-Limburg zien we de hoge temperaturen van rond de 32 graden. En ook daar is het uiteindelijk nog plaatselijk 33 graden geworden. De 30 graden grens die ligt over het uh, westen en noordwesten van het land. En uh, loopt dan zo richting Groningen. Dus alleen in de noordwesten en noordhoek van Nederland is het vandaag nog niet tropisch geweest. Maar dat gaat morgen wel gebeuren, want er komt zeer warme lucht onze kant op. En we zien dat dan ook in de 15-daagse. Morgen piekt die boven de 30 graden uit. Vanaf zondag is het krikt dan weer wat aangenamer. Wat mij betreft, in ieder geval. En houden we zomerse temperaturen. Waarschijnlijk in ieder geval tot volgende week zaterdag. Dus een hele zomerse week voor de boeg. Daarbij kan af en toe wel een bijvallen. Goed, we gaan even naar de details. En dat doen we met eerst de bewegende satellietbeelden. We zien wat dunne sluiwolken over Nederland trekken. Nou, die hebben de zonneschijn amper getemperd. valt ook geen regen uit. Boven Frankrijk zien we al wel een eerste buitje ontstaan. Hier boven het centrale deel. Nou, die gaat ons voorlopig nog niet bereiken. En meer buien zien we dan eigenlijk boven het zuidwesten van Frankrijk zitten. Die buien komen langzaam onze kant op. En dat is wat we in de loop van zondag gaan krijgen. Zijn we nog ver weg? tegen dat we het vanavond dus droog hebben, paar sluierwolken en vooral hoge temperaturen rond de 27 graden is het vanavond om een uur of negen. Ja, dat is natuurlijk echt op en top zomer. Komende nacht blijft het warm, temperaturen dalen dan tot rond of iets onder de 20 graden, vrij heldere lucht, amper een wolkje aanwezig betekent dat we morgenochtend met een volop zonneschijn beginnen. En dan gaat de temperatuur rap omhoog. Halverwege de ochtend is het alweer 25 tot 30 graden. En om een uur of twaalf, dan zal het op veel plaatsen al meer dan 30 graden zijn. Volop zonneschijn in de ochtend. In de middag komen er vanuit het zuiden wat sluiwolken aan. En die bereiken het noorden pas aan het einde van de middag, dus daar een volop zonnige dag. Matige zuidoostenwind, meer wind dan vandaag. Maar die wind zorgt er wel voor dat er geen zeewind kan ontstaan op de stranden, dus ook op de stranden temperaturen van 30 graden. En uh, ja, echt zinderend heet is het in het oosten en zuidoosten van het land. Daar worden het morgen zo'n 34 à 35 graden. Morgenavond in het zuidwesten en zuiden misschien een eerste bui. Daar kan ook onweer bij zitten, maar het is waarschijnlijk een lokale bui. Richting zondag neemt de buigheid dan verder toe. En dat zien we dan ook op deze kaartjes. Zondag in het hele land kans op buien. Daarbij kan het onweer en ook hagelen. Voor de buien uit wordt het in het oosten nog warm, 29 graden. Na de buien is het zo'n 23 tot 26 graden, waarbij het vooral in Zeeland s middags weer aardig kan opklaren. Maandag nog een enkele verspreide bui, temperaturen 24 tot 26 graden. Dinsdag wint de zon weer terrein en dan nog een lokale bui, en dan wordt het plaatselijk alweer 27 graden. Dus zoals gezegd, het blijven voorlopig zomers, maar vooral morgen hebben we nog tropische temperaturen. Ik wens iedereen veel sterkte met de hitte en een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.